Met minister Amar Ramadine van Volksgezondheid spraken wij over zorgpersoneel van het Slaans Hospitaal en Wanica Ziekenhuis, die vandaag is getogen samen met bondsvoorzitter Imro Edam om te vragen naar de COVID-gelden. De minister die legt uit waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. En daarnaast spraken wij met de minister over een aantal andere brandende zaken. We hebben een groep zorgwerkers gehad die een informatie zijn komen halen bij het ministerie, bij mij. Om te weten te komen hoe het staat met hun achterstallige COVID-gelden. En laat me alvast zeggen, ja, er zijn achterstallige COVID-gelden waarvan we ons bewust zijn. Dat is overzicht. En we hebben ook werking ervan gemaakt om deze betalingen zo snel als mogelijk te doen. Intussen kan ik aangeven dat de groep geïnformeerd is door me. Er is de vorige week autorisatie verleend vanuit het ministerie van Financiën. Dat alles is getoetst en bekeken. Kijk, hoe het werkt is eigenlijk, hoe het heeft gewerkt, is dat organisaties, ziekenhuizen, de declaraties staten, de presentielijsten en anderen hebben bijgehouden. De ziekenhuizen dan de declaraties staten opsturen naar het ministerie van Volksgezondheid. Wij toetsen als er vragen zijn of additionele zaken, dan vragen we het ziekenhuis. En soms moeten ze additionele informatie inleveren. Als wij dat hebben gedaan, dan wordt het opgemaakt en beoordeeld en doorgestuurd naar het ministerie van Financiën. En dan wordt er autorisatie verleend. En dan maken wij het recu, bestelbon, etc. op om het bedrag te betalen vanuit de betaaldienst. Dus dat hebben we gedaan. En intussen kan ik aangeven dat de betalingen bij de meeste instellingen tot eind november 2021 is wel een beetje lang. Maar dat heeft plaatsgevonden. Dus openstaan eigenlijk de periode december tot eind maart. Dus we hebben nu de goedkeuring gehad om de betalingen voor december, die ook de hoogste betalingen zijn geweest tot nu toe, dat wij dus goedkeuring hebben gehad vanuit het ministerie. En dat we in principe binnen een paar dagen, maar ik denk als ik kijk naar de tijd, vanaf dinsdag, dat zeker tot komende week de betalingen van diverse instellingen, BOG, MMC, Wanica, LH, het Slaans Hospitaal, Sint Vincentius Ziekenhuis, noem maar op. Die hebben we allemaal op dingen. En ik heb dat in alle transparantie met de groep zorgwerkers doorgenomen vandaag. En ik heb ze dus gevraagd om nog wat geduld. Er is begrip getoond en men is vertrokken. Maar toen wij de groep interviewden, minister, waar hun irritatie vooral in zat, is dat ze zo lang daarop hebben moeten wachten. Ja, dus dat is waarschijnlijk voordat ze bij mij waren. Ze waren ook inderdaad verhit, moet ik zeggen. We hebben rustig gesproken. We hebben de tijd genomen om ze dat uit te leggen. En er is begrip getoond. Maar uiteraard kan ik die frustratie inderdaad snappen wanneer mensen dienst hebben verleend. En laat me direct een boodschap geven aan alle zorgwerkers die COVID-gelden nog te goed hebben bij de staat. De regering wil zo snel als mogelijk die gelden betalen. Het is absoluut niet de onwil. Maar uiteraard, wij hebben een procedure die gekoppeld is aan de comptabiliteitsregelingen. Elke cent die de regering uitgeeft moet getoetst worden op rechtmatigheid en doelmatigheid. Dus dat betekent, we moeten dat ook kunnen toetsen. En we hebben altijd, zijn er issues, vragen die we additioneel mogen stellen. En dat kan. Dat kan soms een beetje verzorgen voor vertraging. Maar uiteindelijk, zeggen eindgoed al goed, die betaling zal komen. En we hebben een vrij stabiele economische situatie. Dus ik kan uiteraard wel zeggen dat het geld nog steeds dezelfde waarde heeft. Alleen, ik begrijp ook de gevoelens van de mensen. En dat heb ik zo ook uitgelegd. Maar minister, dit is niet de eerste keer, die hele bureaucratische rompslomp. Zou er niet daarin wat verandering moeten komen? Dat hebben we ook getracht te doen gedurende de COVID-periode. Maar u weet, we zitten in een groter bestel van comptabiliteitsregelingen en toetsing. En u wilt zeker niet hebben, en ik wil dat helemaal niet hebben, dat ik over een paar jaren door een regering of wie dan ook gevraagd word om betalingen die niet verantwoord kunnen worden, daar in een onderzoek te gaan en eventueel ook zelf vervolgd kan worden. Dus ik ben heel voorzichtig, iedereen, als het om betalingen gaat. Het is een nieuw, ik heb ze ook uitgelegd, COVID-toelagen zijn nieuwe systemen. COVID was er niet, dus wij moesten een betalingssysteem in place hebben die in lijn is met de comptabiliteitsregelingen. Dus ik hoop, en ik heb dat uitgelegd, en ik hoop dat er daarvoor begrip is. In ieder geval, de mensen zijn vrij tevreden van mij vertrokken. En ik heb ze gevraagd om uiteraard ook
de boodschap te delen met hun collega's. Ja, minister, eenmaal u er hier staat, we hebben eerder ook een gesprek gehad. Eerder deze week een vraaggesprek gehad met de vicevoorzitter van het parlement, de heer De Charman, die evenals u ook arts is. En hij zegt van gelet op de COVID-situatie die we nu hebben, hij pleit in feite voor het aanscherpen nu al van bepaalde maatregelen. Wat zegt u hierop? Ja, we hebben de concern ook gehoord van het lid Charman in de beraadslagingen tijdens DNA. En ik kan u zeggen alvast dat nog voordat hij deze mededeling heeft gedaan, wij vanuit het outbreak management team en vanuit de verschillende instellingen ook de rapportage hadden dat er een lichte toename is van het aantal gevallen. We hebben ook gezegd, vanaf het begin in maart, met die uitfasering, dus met het opheffen van bepaalde maatregelen, de meeste maatregelen, dat we mogen verwachten dat als we nog die preventieve maatregelen in acht nemen, dat er weer stijging zal zijn van het aantal cases. Dus u merkt, er is overal een feest, er is overal een happening, er is overal een evenement of een entertainment activiteit. Mensen komen weer bij elkaar. Het advies van een mondkap is nu, de plicht van een mondkap is nu omgezet in een advies. Dus mensen negeren het, mensen accepteren het nog, mensen laten het nog toe, anderen eisen het nog op. Dus de kans dat een virale besmettelijke luchtweginfectie nog gaat opkomen is reëel en daar houden we rekening mee. Alleen is ook bekend, en dokter Charman weet dat ook, dat vaccinatie, dat heeft hij ook zelf gezegd hier in eerdere debatten, dat vaccineren wel degelijk bescherming biedt aan de gevolgen van dit virus. En wij hebben gezegd dat vaccineren is nog steeds, geniet nog steeds de hoogste prioriteit. Dus terwijl we vragen, of terwijl er ideeën zijn en gedachten dat maatregelen weer aangescherpt moeten worden, waar ik zelf als minister nog niet van overtuigd ben, ook niet de deskundigen. Wel moet het systeem in place zijn dat je de diagnostiek nog steeds, de behandeling nog steeds kan garanderen. Daar wordt er aan gewerkt. Surveillance systemen, mensen moeten kunnen swabben bij RGD, bij medische zending, bij BOG. Daar wordt er aan gesleuteld. Maar ik denk niet dat we zo snel paniekerig moeten worden. Omdat de samenleving, de wereldgemeenschap is al 2 jaren, heeft al 2 jaren ervaring met COVID-19. En we hebben zwaardere tijden gekend. En om nu weer, is eigenlijk zou je paniekbeleid voeren om nu weer direct maatregelen aan te kondigen. De vraag is ook, gaat die samenleving bereid zijn, toch, om weer aan maatregelen te confirmeren, dus dat betekent gaan ze weer bereid zijn om die maatregelen op te volgen. Tweede is, heel veel systemen, met name in de zorg, zijn weer opgepakt. En wij willen juist een balans hebben. COVID-19 is een luchtweginfectie, veroorzaakt door een virus, evenals tuberculose, evenals een bacterie of een ander virus. En wij gaan ervan uit dat met de opgedane ervaring en kennis, dat onze specialisten, onze doktoren, wetende welke gevolgen COVID-19 kan hebben, dat ze op een goede manier hiermee zullen omgaan. En uiteraard moet ieder, en dat mis ik in het betoog van het lid Charman, dat hij niet de oproep heeft gedaan aan de mensen van ga vaccineren. Die regering heeft daar gezegd 165.000 Pfizer, 20.000 Sinopharm. Waarom laten we het staan? Straks vervalt het en is er nog geen duidelijkheid over het vervolgtraject. Dus we moeten de zaak van alle kanten bekijken. Ik denk niet dat het goed is om gelijk paniekvoetbal te spelen. Zaak even op zijn beloop laten. Volgen, zo gaat het in een epidemie, zo gaat het in een pandemie. En checken. We hebben binnenkort de World Health Assembly, waar ik zelf ga deelnemen. Daar gaat de WHO ook concrete aanbevelingen doen. U ziet die ontwikkeling in Noord-Korea. Waarbij dat land pertinent geweigerd had om COVID-19 te accepteren. Pertinent offers van de wereld heeft afgeslagen voor COVID-19 vaccins. Waar zijn we vandaag? Dus het is meer dan bewezen dat die preventie de tool is om de COVID-19 onder de knie te krijgen. En maatregelen kunnen helpen. Dat ben ik ook mee eens. Ik ben zelfs de voorvechter geweest, u weet het, van zoveel maatregelen. Ik werd zelf afgeschilderd als ze zijn de boeman in het land. Maar de maatregelen hebben tijdens die periode dat er weinig informatie was, wel degelijk de COVID-19 voor ons kunnen minimaliseren. Als die maatregelen niet waren, weet ik niet waar we zouden zijn. Vaccineren heeft uiteindelijk geleid tot het onder de knie krijgen in grote delen van de wereld. Dus laten we
nuchter hiermee omgaan. Ik ben me bewust. Maar we moeten ook oproepen dat alle artsen, iedereen, elkaar motiveert. Ook patiënten motiveert. Waarom bent u nog niet gevaccineerd? Jonge mensen komen met problemen. Ik ga geen naam noemen, maar een gezondheidswerker die dicht bij me is, mijzelf helpt. Jong is, fit, vitaal, andere mensen begeleid. Zelf COVID-19 heeft gehad. Foto's van me stuurt vanuit het ziekenhuis aan de zuurstofmasker. Dus het is reëel. We moeten dat niet onder stoel of tafel schuiven. We moeten weten dat ondanks je gevaccineerd bent, ook de risico's daar zijn. Dus ik roep op en ik neem zeker de ideeën, de mening van het lid Charman mee naar het beleid toe. En wij zijn in contact met de deskundigen. Maar is er een toename nu van griep? Gevallen, heer Ramadien? Ja, er is ook inderdaad vanuit de gezondheidswerkers gerapporteerd. En dat is niet vreemd. Omdat wij regelmatig in Suriname gezondheidsdreigingen hebben zoals influenza, dat is de griep, waar je griep, een toename merkt van griepgevallen. En elke keer is het natuurlijk weer een andere soort griep, influenza variant, waarbij we dingen, maar Het vervelende is natuurlijk dat je nu niet weet, is het COVID of is het influenza. Daarom is het nog steeds belangrijk, zodra je ergens gaat, neem je sanitizer mee, je mondkap. Zeker als je met mensen bent, als je alleen op een fiets rijdt, hoef je mondkap niet op te zetten. Maar als je in een supermarkt gaat waar er meer dan 50, 60 mensen zijn, zet het wel op. Als je ergens gaat in een kantoor waar de ventilatie slecht is, zet het op. Het is dringend geadviseerd. Nou, het is zo is het vastgesteld in het presidentieel besluit. Niet zomaar is het een dringend advies. Toch? Het is geen plicht, maar ik stel me wel voor dat als ik ergens... Ik voel me ongemakkelijk als ik ergens sta en mensen hoesten. Toch? Dan zet ik liever mijn mondkap op. Dan weet ik van, ook al is het COVID, dan ben ik tenminste deels beschermd. En ik ben gevaccineerd, dus het maakt, eigenlijk is de kans dat ik het krijg ook kleiner.